Yo! Buenas dias YouTube, mijn naam is BXDR met vandaag weer een nieuwe video. Ik ben BXDR, a.k.a. Bader, a.k.a. de enige echte dode YouTuber met... Ik moet echt gewoon shut the fuck up. Er was een vriend van mij en hij stuurt mij op Messenger van ja, hey bro, ik heb een video voor jou, je moet daarop reageren, dat is echt gek man. Ik heb deze een paar jaar geleden gezien, maar ik wil dat je hem ook ziet. Ik zeg zo van, ja oké, is goed, stuur hem. En zo, ja, maak een reactievideo van op YouTube. En ik dacht van, ja, ik ben leuk, ik speel altijd Sunny Day. Ik speel altijd op de PlayStation, ik doe allemaal domme shit. Ik doe niks meer in mijn leven. Ik was ook gaan skaten. Maar ja, dat is afgelast, dus ja, we zijn niet meer gaan skaten. Ja, toen dacht ik van, ja, is goed, stuur maar, stuur maar. Nu heb ik besloten om erop te reageren zonder er eerst naar te kijken. Dus ja, het kan erg zijn, het kan een fucked up video zijn, maar... Ja, zonder veel gezeik gaan beginnen. Waarschuwing, voordat u besluit om deze video verder af te kijken, raad ik je even aan dat als je een zwakke maag hebt, beter niet hoeft te kijken naar deze video. Want ja, ten eerste, er komen... kijk het gewoon liever niet als je een zwakke maag hebt. En als je echte man bent, of echte vrouw, met een sterke maag, die nooit kotst, dan ja, dan... Mag je van mij deze video gerust kijken. De tweede reden waarom je deze video niet moet kijken is gewoon omdat ik net uit de douche stap en ik vond mijn pet niet, dus ik moest mijn kap gebruiken. Dus je ziet zo twee flapjes uit flappen. Dus ja, let er niet op. Dat was de waarschuwing. Het heet Don't Hug Me, I'm Scared. Letterlijk vertaald naar knuffel mij niet, ik ben heel bang. Of ja, ik ben gewoon bang. Waarschijnlijk gaat het zo een jumpscare video zijn. Ik moet de deur even dicht doen. Ja, waarschijnlijk gaat het zo'n jumpscare video zijn of zo. I don't know. Maar ja, ik kan totaal niet tegen jumpscares. Als er één jumpscare in zit, ik ga weg. Ik stop met deze video. Er is geen outro, gewoon direct stop. En als jullie ook nog een paar leuke video's hebben waar ik op moet reageren, zeg het me in de comments. Maar ja, laten we even beginnen. Don't hug me, I'm scared. Dat is zo'n cartoon. Voor kinderen. Oh nee. Ik zie messen. Of nee toch, dat is gewoon een keuken. Get creative. Word creatief. What's your favorite idea? Wacht. Deze man lijkt op iemand. Hij lijkt op iemand. Oh ja, ik heb het. Als Bert en Ernie een kind hebben... Dit is wat ze gaan krijgen! Oké, laten we even luisteren. Ik zal wel vertaling plaatsen. Als ik niet lui ben. What's your favorite idea? Mine is being creative. How do you get that idea? I just tried to think creatively. Now when you look at this orange, tell me please, what do you see? It's just a boring old orange! Maybe to you, but not to me. I see a silly face. Whoa. Walking along and smiling at me. I don't see what you mean. Cause you're not thinking creatively. So take a look at my hair. Cool. I use my hair to express myself. That sounds really boring. I use my hair to express myself. Gekke dreads dit. Het zijn gekke dreads. Maar ja, eigenlijk is het gewoon een liedje waarschijnlijk over creatief zijn. Dus ja, mijn vriend trolt me waarschijnlijk. Ik ga niet voor niks opnemen, dus als het gewoon een liedje is, als het gewoon een kinderlied is, ik plaats hem wel op YouTube. Ik ben achterlijk, ik doe domme shit, ja, ik weet het. Maar ik ga mijn tijd niet verspillen. Dus ja, deze wordt sowieso op YouTube geplaatst. En ik weet dat mijn vriend mij nu aan het trollen is. Er gaat sowieso niks gebeuren. Now, when you stare at the clouds in the sky, don't you find it exciting? No. Come on, take another look. Oh wait, I can see a hat, I can see a cat, I can see a man with a baseball bat. Dus nu zingen ze letterlijk gewoon over creatief zijn. Van ja, je moet alles anders bekijken. Bijvoorbeeld, kijk naar deze sinaasappel. Ja, je kan daar een mooi gezicht in zien. En dan ja, kijk naar de wolken. Wat kan je allemaal zien? En dan zien ze ja, allemaal rare shit. I can see a dog. I can see a frog. I can see a ladder leaning on a log. Think you're getting the hang of it now. Ze beginnen te begrijpen. To have a good time. I might paint a picture of a clown. Whoa there, friend. You might need to slow down. Oké, dat gaat weer zo rare shit zijn. Here's another good tip. Of net ja. Of how to be a creative whiz kid. Go and collect some leaves and sticks. And arrange them into your favorite color. Blue.
There's one more thing that you need to know. Hoezo is groen je creatieve kleur? Before you let your creativity flow, listen to your heart, listen to the rain, listen to the voices in your brain. Come on guys, let's get creative. Je kan er iets van leren als je een beetje high IQ hebt. Maar ja, laten we even verder kijken. Wacht. Was dat een hart? Bro, wat is dit? Bro, wat stuur je? Bro, wat kijk je allemaal op YouTube? Broer, wat kijk je allemaal op YouTube? Bro, als je deze video kijkt, zeg me uit, B, dat je die shit niet dagelijks kijkt. Anders ben je mijn mattie niet meer. Anders ben je mijn mattie niet meer, echt waar. What the hell is deze shit, man? Oké, ik ga verder kijken. Ik ga het uitkijken. Ik kan het niet aan. Mensen, ik kan het niet aan. Ik zal tijdens het editen wel iets van waarschuwing plaatsen voordat je deze video kijkt. Ik kan het echt gewoon niet aan. Als jullie zwakke maag hebben, rot op even. Het is goed voor jullie eigen. Ik hou van jullie, dus daarom zeg ik dat jullie moeten oprotten. Dit is niet gezond. Ik moet het uitkijken. To never be great. Bitch, waarom doe je verder? Bitch! Na al deze shit. Na al die shit, doet ze nog verder met zingen? Free to never be creative again. Ja, tuurlijk ga ik niet meer creatief zijn. Wat een kut video. Dit mag oprotten van mij. Dit mag oprotten van mij. Ik wil het niet meer kijken. Het is toch al gedaan, dus ja. En weet je wat het ergste is? Blijkbaar zijn hier meer dan 4 afleveringen van. Waarschijnlijk een paar, 6 of 5 of zo. Wacht, laat me even kijken. Wacht, mijn vriend gestuurd. Waarom ligt mijn gsm op de grond? Er zijn 6 afleveringen van! Oh my god! Oké, dus mensen, als jullie dit leuk vonden, wat waarschijnlijk niet zo is, maar ja, 40, 50 likes of 30, nee, een beetje minder, 30, 40 likes en ik kijk aflevering 2, want ja, dit is veel te erg en please like deze video niet, AUB, dit is de allereerste keer dat ik het zeg, ik wil niet meer op deze shit reageren. 30 likes, ik ga erop reageren. Maar AUB, like deze video niet. Als je nog niet bent geabonneerd, vergeet niet te abonneren. Like, subscribe. En I'm out. Adios, amigos. Ciao!